Hallo en welkom bij de eerste Vinspiratie podcast. Fijn dat je luistert. Vinspiratie. Ja, hallo en welkom. Nogmaals, bij de Vinspiratie podcast. Aflevering 0. Beschouwd als een trailer. Ik ga namelijk vandaag even mijn hart luchten over waarom ik deze podcast ben begonnen. Wat mijn doel is, mijn intentie, wat er voor jullie te verwachten valt vooral. En waar ik hoop naartoe te gaan. Dus verwacht geen podcast van een uur. Je hebt de tijd waarschijnlijk al gezien. Het is even kort voor mezelf. Want ik moest simpelweg beginnen. Ik zit al een tijdje met een bepaalde behoefte om iets te delen. Deze behoefte komt vanuit de afgelopen 2 jaar, waarin ik ongelooflijk veel kennis vooral en wijsheid heb vergaard. En ik ben erachter gekomen dat je dit niet alleen voor jezelf doet. Best wel voor de hand liggend, maar dat kwartje was bij mij niet gevallen. Ik wil gewoon graag delen. Ik wil mijn wijsheid en mijn kennis die ik heb vergaard de afgelopen jaren de wereld insturen. En ik wil mensen de plek geven om hetzelfde te doen. Binnen deze podcast ga ik er namelijk niet vanuit dat mensen met diploma's en prestaties de enige zijn waar we onze mening op kunnen baseren. Dat dit de enige mensen zijn die het waard zijn om naar te luisteren. Ik geloof dat iedereen, ieder van ons, elke normale burger, een bepaalde mate van wijsheid en kennis bezit die het waard is om gehoord te worden. Die het waard is om te delen. Al deze mensen met een bepaalde passie die graag zouden willen delen, die zijn van harte welkom in deze podcast. Om mij te inspireren, maar ook om mijn luisteraars te inspireren. Want Vinspiratie, de naam zegt het al, ik wil mensen inspireren om hetzelfde te doen, om de stap te durven wagen, hun innerlijke wijsheid, hun innerlijke mening, hun innerlijke waarheid te spreken. Want wat houdt ons eigenlijk tegen? Mensen die kijken altijd naar buiten en zijn op zoek naar de laatste bewijzen om hun mening nog sterker te onderbouwen. Maar wat is er zo erg aan toegeven dat je het niet weet? Of dat je iets simpelweg baseert op een voorgevoel, een onderbuikgevoel of je innerlijke kern? Vanuit jouw eigen ervaringen, vanuit jouw passie voor het leven, geloof ik echt dat mensen wijsheid hebben opgedaan en misschien wel zijn geboren met wijsheid. Al deze onderwerpen wil ik gaan onderzoeken en uitpluizen met hopelijk een hele hoop verschillende gasten. Ik wil het gaan hebben over spiritualiteit, over de samenleving, de problematiek die we in de wereld tegenkomen in de vorm van corona, huizenmarkt en noem het allemaal maar op. Whatever mijn gasten aandragen, ik ben hartstikke voor om een gesprek over te voeren. Mijn rol gaat zijn om het gesprek een stukje dieper te trekken. Filosofie is voor mij de methode om dit te doen. Filosofie is mij 2 jaar geleden aankomen waaien. Ik was gestopt met mijn eerste opleiding, na de middelbare school dan. En ik wist niet zo goed wat ik wilde doen, maar in 1 keer viel het kwartje. Ik ben iemand die ervan houdt om de rationaliteit en de emotie bij elkaar te brengen. En filosofie is voor mij een geweldige methode om dit te doen. Voor mij is het de ruimte tussen het bewuste en het onderbewuste. We onderzoeken waarvan we wel weten wat het er is, maar waar we toch net niet bij kunnen met ons verstand. En toch het proberen. Vanuit mijn medium filosofie ga ik met mensen het gesprek aan. En ik denk dat ik het vermogen heb het gesprek daardoor een laagje dieper te trekken, zoals ik al zei. Om het gesprek net wat een andere draai te geven dan de gesprekken die je normaal hoort over de desbetreffende onderwerpen. Maar tegelijkertijd wil ik de dynamiek tussen de leerling en de meester uitspelen. De ene keer zal ik de meester zijn en de ander heerlijk naar mij luisteren, maar hopelijk ook andersom. Dat ik eventjes gewoon lekker kan luisteren naar iemand die over een bepaald onderwerp zo gepassioneerd is. Want ook ik zelf heb vanuit mijn fascinatie voor de wereld ongelooflijk veel onderzoek gedaan en ervaringen opgedaan waar ik wijzer van ben geworden. En wie zou ik zijn als ik dit niet zou delen met mijn medemens? Als ik mijn medemens niet zou inspireren om misschien hetzelfde te doen, om hun fascinatie na te leven. Maar inspiratie betekent misschien niet helemaal wat de meeste mensen zullen denken dat het betekent. De definitie die misschien als eerste bij je opkomt, zal iets in de richting zijn van een idee krijgen.
Maar als je de definitie opzoekt, dan zul je erachter komen dat het eigenlijk goddelijke ingeving of bezieling betekent. Laat me even een stukje voorlezen. Inspiratie. Ook wel inblazing. Een bewustzijnstoestand van bezieling. Voorbeeld. Een toestand waarin een kunstenaar over het maximum van zijn scheppend vermogen beschikt. En schijnbaar moeiteloos de vormgeving vindt die voor het beoogde kunstwerk het meest geschikt is. In de Griekse oudheid werd de inspiratie toegeschreven aan een god of aan de muze. Een inspiratie valt ook niet te verklaren. Het overkomt je. Hoe vaak heb je niet het moment ervaren dat je in één keer, out of nowhere, weet wat je wilt doen? Dat je in één keer geïnspireerd bent om een nieuwe opleiding te starten. Om een boek te gaan lezen. Out of nowhere lijkt er ineens een nieuwe fascinatie voor het leven te ontstaan. En het lijkt mij zo geweldig dit bij andere mensen te kunnen veroorzaken. Om mensen te inspireren, te bezielen. Om hun kern na te leven. Om deze mensen de stap te durven laten zetten naar hun innerlijke kern. Ik hoop het onderbewuste een beetje met het bewuste te verbinden. Want de wereld waar we nu in leven is versnipperd, om het licht te zeggen. We durven bijna niet meer met mensen die aan de andere kant van een meningsspectrum zitten in gesprek te gaan. Want oh wee, kwets jij iemand of word je zelf gekwetst? Word je van jouw angsten beroofd? Of berooft iemand je van jouw angsten? Maar wat is er nou eigenlijk aan de hand? Waar komen al deze problemen vandaan? En hebben ze iets met elkaar te maken? Als we kijken naar de wereld als één groot geheel. Hoe komt het dan dat het hele grote geheel schijnbaar uit elkaar aan het vallen is? Of in ieder geval zijn harmonieuze orde verliest? Of zijn we deze nou juist aan het terugvinden? Wat gebeurt er achter de schermen? Wat durven wij als mensheid niet te zien? Waar durven we onze ogen niet voor open te doen? Uit welke droom durven wij niet wakker te worden? Welke bezieling hebben wij misschien wel genegeerd? En zit deze nog steeds in ons? Ik geloof van wel. Ik geloof dat die nog in ieder mens zit. Dat ieder mens nog het vermogen heeft om een leven te leiden vanuit zijn innerlijke kern waar hij daadwerkelijk gelukkig van wordt. En begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel dit alles niet zweverig. Ook al kan het wel zo overkomen. En om het even te verduidelijken, ik ga de eerstvolgende podcast, dus de eerste echte aflevering, ga ik het hebben over spiritualiteit. Want dit is voor mij best wel een ondertoon geweest de afgelopen 2 jaar en dat zal het ook nog blijven. Om deze wereld waar we met z'n allen in leven als een groter geheel te zien. Om alles met elkaar te verbinden. Want of je het nou vanuit het mechanistisch wereldbeeld van Newton bekijkt, die alles door natuurwetten met elkaar verbindt en ziet als één groot geheel. Of dat je hem toch meer uit een religieuze hoek bekijkt. Ik denk dat we het snel eens kunnen zijn over dat onze wereld en het heelal één groot geheel is. Van het toneelstuk dat zich afspeelt. Wat is dan jouw rol daarin? Wat wil jij betekenen voor het grotere geheel? En wat heb je nodig om daarmee te beginnen? Welke angsten moet je overwinnen? En welke overtuigingen en denkpatronen moet je doorbreken om te kunnen naleven wat je eigenlijk stiekem heel erg graag wilt? In deze podcast wil ik je inspireren de eerste stap te zetten. Naar een leven dat jou gelukkig maakt. Een leven dat je vervulling brengt, bezieling en vooral heel veel inspiratie. Inspiratie om anderen te inspireren hetzelfde te doen. Zodat we een kettingreactie teweeg kunnen brengen van bewustzijn. Een kettingreactie van mensen die inzien dat we de hele wereld zelf in onze handen hebben. Dat we haar creëren, onze maatschappij, dat het simpelweg een product is van de mensen die in deze maatschappij leven. De eerste stap die jij moet zetten, die vereist inspiratie. Inspiratie om jouw mooiste leven te leiden. Als we allemaal onze innerlijke wereld en onze directe belevingswereld zo verschrikkelijk mooi maken, dan gaat die maatschappij vanzelf mee. Want zoals ik al zei, is die maatschappij een product van alle mensen die haar vormen. Als wij op individueel niveau ons leven zo mooi kunnen vormgeven, dan gaat die maatschappij volgen. En wat is de rol die je in het toneelstuk van onze maatschappij wilt spelen? Wat is de rol waar jij je op dit moment aangetrokken toe voelt? Want elke keer speel jij een andere rol. Maar wat is de rol die jij nu wil spelen? Waar voel je je tot aangetrokken?
Waar ben je door geïnspireerd? Dan wil ik nog even terug naar iets wat ik eerder in deze podcast zei, in deze aflevering. Namelijk dat ik niet meer geloof in hoe de huidige systemen rondom diploma's en prestaties werken. Dat mensen met ongelooflijke lijsten aan prestaties en diploma's het schijnbaar meer waard zijn om gehoord te worden. En begrijp me niet verkeerd. Ik geloof niet dat mensen met verstand van een bepaald onderwerp het niet waard zijn om naar te luisteren. Ik geloof alleen niet dat onze huidige diploma's en lijsten van prestaties de juiste manier zijn om aan te tonen wie deze mensen zijn. En velen met mij, want ik kijk om me heen naar mijn vrienden, jongeren van mijn generatie, een stukje ouder, een stukje jonger. En ik zie ongelooflijk veel mensen die vanuit eigen initiatief businessen opzetten. Of mensen die zeggen niet meer naar school te gaan omdat ze de waarde er niet van inzien. Na de middelbare stoppen en wel gaan werken omdat de maatschappij toch zo gaat veranderen. En waarom is dit geen alarm voor meer van ons om hetzelfde te doen? Of ons in te zetten om deze verandering teweeg te brengen? Ik wil in deze podcast juist graag van deze mensen uitnodigen. Mensen die geloven het zelf wel te kunnen. Het klinkt een beetje alsof ik allemaal egocentrische mensen hier wil hebben, maar dat is zeker niet waar. Ik wil namelijk gewoon de pioniers hebben. De mensen die nu al inzien dat de wereld zo gaat veranderen en zich daar nu al op voorbereiden. Mensen die nu al vanuit hun innerlijke kern durven te spreken. Mensen die weten dat ze zelf wijs genoeg zijn, dat zij zelf het vermogen beschikken, helemaal nu het internet bestaat, om kennis en wijsheid te vergaren. Mensen die inzien dat school zeker wel nodig is, maar niet op deze manier. Veel van hen zijn mijn vrienden en zij zullen dan ook zeker in de eerste afleveringen veel met mij hier zitten om te spreken. Maar heb jij het gevoel iemand te kennen of iemand te zijn die ook graag hier wil komen praten, voel je van harte welkom. Stuur mij een mailtje of een DM op de socials. Je kunt het allemaal wel vinden, want je hebt deze podcast ook gevonden. Het lijkt me namelijk ongelooflijk gaaf een community te kunnen creëren. Een plek waar mensen gewoon openlijk over onderwerpen durven te spreken, waar wij denkpatronen en overtuigingen kunnen doorbreken, omdat de waarheid toch onkenbaar is. Want in een wereld waar iedereen in zijn eigen realiteit leeft en deze bestempelt tot waarheid, is het bijna onmogelijk om een fatsoenlijke discussie te voeren, om echt te praten over een onderwerp. Want als jij toch al zo bent overtuigd dat de manier hoe jij naar de wereld kijkt de juiste is, dan ga je iemand anders ook niet begrijpen. Het zal dus noodzakelijk zijn, ter basis van een goede discussie, om in een centraal punt van het niet weten te staan. Eerst zul je moeten erkennen dat je het niet zeker kunt weten en dat jouw overtuigingen simpelweg jouw manier van kijken naar de wereld zijn. Ik zeg niet dat er geen waarheid bestaat. Ik zeg simpelweg dat we hem lastig tot niet kunnen kennen op het huidige moment. En dat we dat moeten kunnen erkennen. Het doorbreken van patronen, denkpatronen, overtuigingen, dat vereist een stukje open mindset. En die verwacht ik van mijn gasten, van mezelf en mijn luisteraars. En ik vertrouw ook dat de meeste mensen dit zullen hebben. Dit vertrouwen zal ervoor zorgen dat ik onderwerpen kan bespreken die soms wat lastig of controversieel worden beschouwd. En ik hoop op deze manier het gesprek weer op gang te krijgen. Want ik merk dat mensen tegenwoordig ook vaak de lastige gesprekken ontlopen. Om zoals eerder gezegd maar elkaars angsten niet te hoeven aantasten. Wat zou het ongelooflijk mooi zijn als we elkaar weer kunnen inspireren. Tot slot, je merkt dat er nu geen beeld is. Ook nog geen website waar je deze podcast hebt kunnen vinden. Ik hoop deze beide in de toekomst wel te kunnen leveren. Maar zoals ook al eerder gezegd, ik moest simpelweg beginnen. Ik ben nogal een perfectionist. En als ik deze eerste trailer niet had opgenomen, dan ben ik bang dat het er nooit was gekomen. Ondanks mijn perfectionisme heb ik het allemaal toch uitgebracht. En geeft dit mij ruimte om te blijven verbeteren. Ik hoop je te hebben geïnspireerd met deze eerste aflevering van de Vinspiratie podcast. Of je op zijn minst te hebben aangezet de eerste echte aflevering te gaan luisteren. In elk geval bedankt en hopelijk tot ziens bij de Vinspiratie podcast. Vinspiratie.
Inspiratie.